Wie ben je nu echt? Dat is een vraag die wij ons als mensen bij tijd en wijle stellen. En ik ongeveer de hele dag. En daar kan ik een heleboel over zeggen. Er is een deel, dat heeft de psychologie al uitgewerkt. Dat heet het aangeboren deel, nature. En er is een geconditioneerd deel. Dat is het deel wat je meekrijgt van moeder en vader, broers en zusjes, je peer group. En de cultuur waarin je bent opgegroeid. En dat heet nurture. Nou, die termen kan je aan zich vergeten. Maar het is eigenlijk in mijn training de bedoeling dat we gaan kijken naar dat aangeboren deel. En naar het geconditioneerde deel. Want we kunnen dat heel goed inzichtelijk maken. En het is de verwarring die optreedt doordat we eigenlijk vergeten zijn wie we echt zijn en te veel hebben gedaan wat vader en moeder van ons wilden, wat ervoor zorgt dat in de communicatie de zaken onduidelijk zijn en dat je dus anders overkomt dan wie je bent.